De straat is best wel druk, er gebeurt veel, dus het moet eruit springen. Ja. Sorry! Fijne dag, hè! Ik ben Lieke Homink en ik ben actrice en ik maak heel graag foto's. Normaal maak ik foto's van vrienden, dus portret en ja, soms ook wel buiten, soms wel op de straat, maar ik heb nog niet heel veel straatervaring. Ja, omdat ik veel van mijn vrienden maak, is het eigenlijk vooral gewoon heel veel lol hebben. En ik vind het heel leuk als zij bijvoorbeeld in de lach schieten, want dan heb je gewoon een heel echt beeld. Hey, ik ben Chris. Hi, Lieke. Welkom. Dank. Mijn naam is Chris Pauw en ik ben fotograaf en ik doe heel veel straatfotografie, maar eigenlijk leg ik gewoon alles vast wat ik mooi vind in het leven. Van reizen tot in de trein, tot op straat. Fotografie is voor mij gewoon een manier om vast te leggen wat ik mooi vind in de wereld. Kijk, ik heb deze hele mooie nieuwe Sony A7C R. Ja. Met een 35mm 1.4 lens. Mijn favoriete prime lens. Je favoriete? Zeker. Ja, ik schiet normaal met zoomlenzen, dus dit wordt wel anders. Met zoomlenzen? Ja. Oeh, ja. Het leuke aan prime lenzen is dat het gewoon je heel creatief maakt. Dat je echt moet gaan werken om je shot te kunnen maken. Ja. Dus het is even wennen. Maar het kan echt prachtige dingen opleveren. Vandaag wordt een superleuke dag, want ik ga samen met Lieke de straten op. Zij heeft nog niet zoveel ervaring met straatfotografie. En ik ga haar een beetje laten zien van hoe ik dingen aanpak, hoe ik kijk naar situaties op straat. En we gaan gewoon een hele leuke dag beleven, denk ik. Het is echt wennen dat je niet kan zoomen, man. Ja. Echt wel. Maar het is gewoon wachten, het is gewoon geduld hebben. Ja. Je gaat niet echt bewust wegkijken. Ik vind het wel een vette foto, hoor. Het water is wel goed. Hij kijkt toch super intens. Iedereen pak je hem zo lekker alleen het water eromheen. Dat je denkt, niet weet waar is hij nou. Kijk, nu heb ik het niet gevraagd aan hem. Hij dacht wel, wat gebeurt hier? Ja. Omdat hij toch nog hier vaart, kun je hem altijd nog eventjes bedanken of zo. Van, hey, thank you, have a nice day. Van dat je toch even contact maakt. Ja. Omdat hij obvious door had dat wij hem aan het fotograferen waren. Ja, denk je? Dus dat je toch nog even hem daarvoor wel bedankt. Omdat hij was niet aan het tegenstribbelen. Nee, hij liet precies. Het wel gebeuren, maar hij vond het wel een beetje wennen. Ja. Maar ik vind het nice, het is een mooie eerste foto. Cool. Het begin is gemaakt. Hey, waar fotografeer je normaal mee? Ook met Sony, maar dan met de A7 III. Nice, ja. Heb je ook gehad. Ja? Zeker. En wat voor verschil ga ik merken dan? Nou, in essentie lijkt hij wel een beetje erop, ja. De camera. Maar hij is gewoon nog compacter. En de resolutie is dus meer dan 2 keer zo hoog. Kijk. En waar ik heel veel gebruik van maak in straatfotografie, daar ben ik echt heel blij mee met deze camera, is dat je ook nog kunt kroppen. Ja. Want soms kun je niet altijd de foto precies maken op de manier zoals je zou willen in straatfotografie, omdat het een moment is. Ja. En door die 61 megapixel kun je gewoon nog heel veel kroppen in post, waardoor je echt gewoon foto's kunt redden nog. Er zijn heel veel foto's die ik gewoon uit een horizontale foto uitsnij, en dan uiteindelijk met een verticale foto veel kleiner eindig. Dat is nog super goede kwaliteit. Ja, ik vond het super leuk. Echt ontzettend veel geleerd en gewoon zoveel nieuwe dingen ook, dat is gewoon heel erg leuk. Omdat hij zo enthousiast is, denk ik. En hij is ook niet alleen maar bezig met dingen leren, maar hij doet ook tussendoor zijn eigen plan. En juist daarvan leer je best wel veel, omdat hij zelf ineens denkt, oh, ik moet hier een foto maken of daar. En ja, dat werkt gewoon heel goed, want dan kijk je ook mee, oh, wat ziet hij nu? En ja, dat vind ik heel leuk. Mag je een mooie foto maken zo? Ah, tof. Hey man. Mag Lieke misschien een foto van je maken? Heb je 1 minuutje? Ja? Zo vet beeld van de voorkant dat je zo die plant op je af zag komen. Hoe heet je? Thomas, Chris. Dat is Lieke. Hi. Het is altijd fijn, want Thomas die is net random aangesproken. Dat je me in ieder geval een klein beetje vertelt van, oké, moet hij naar voren kijken? Mag hij naar jou kijken? Dat je hem iets geeft van, ja, wat moet hij doen? Oké. Zou je in de camera willen kijken? Ja, gaaf. Vet, Thomas. Dankjewel. Nou, hij is zo lief geweest om even te stoppen zelfs. Ja. Een moment te nemen uit zijn dag. Ja. Misschien kunnen we hem aanbieden om de foto naar hem toe te sturen, zodat hij de foto ook krijgt. Ja? Lijkt je dat leuk? Ja? Zou je het leuk vinden? Ik denk wat nog een beetje nieuw was voor Lieke is echt om ook om mensen af te durven stappen. Dus die angst een beetje weg te nemen dat mensen het misschien gek of raar vinden. Bijvoorbeeld die mooie oudere vrouw waar ze over sprak. Die zag er echt uit alsof ze er niet op zat te wachten. Maar uiteindelijk is het een van haar mooiste foto's geworden. Hallo. Ik vind dat hij hier echt prachtig zit. Zou ik een foto van u mogen maken? Ik vind het wel moeilijk om dan zo, want dan wil je ook snel doen. Ja. Moet je heel snel denken, oké, wat is mooi? Ja, je moet heel snel schakelen. Daarvoor is een hele goede voorbereiding in fotografie heel fijn. Dus dat je wel echt weet wat je doet. Ja. Weet hoe settings werken. Mm-hmm. Want als het moment dan daar is, dat je ook ready bent. Dat je snel kan schakelen. Want het kan zijn dat iemand niet lang heeft. Mm-hmm. Ja, zorg dat je goed voorbereid bent. Ja. Zodat het in het moment dat je alleen maar met de verbinding hoeft bezig te zijn. Ja, ja, ik heb bij heel veel momenten gehad dat ik dacht, ja, ik ga ze niet aanspreken. En dan zei hij, ja, dan ga je ze aanspreken. En dan denk ik, oké, nou ja, vooruit, ik spreek ze wel aan. Ja, dus dat, ja, vooral doen. It's a beautiful smile, thank you. Oh, your smile is so pretty. Yeah.
Ja, yeah, that's awesome. Thank you so much. Deze lach vastleggen vind ik leuk. Wat? Deze lach vastleggen vind ik leuk. Het is zo leuk, want je wordt er echt blij van inderdaad, wat ja, je al toch? Zei. In straatfotografie moet je gewoon continu je grenzen blijven verleggen. En dat is gewoon wat het zo uitdagend maakt, maar ook zo waardevol. En waardoor je zo groeit als mens ook. Ik heb zoveel geleerd over het leven door straatfotografie. Het heeft me zoveel gegeven. En daarom wil ik ook gewoon iedereen eigenlijk uitdagen om het ook te gaan doen. Het is zo superleuk en waardevol. Je staat er echt heel gaaf met Sigrid. Mag ik een foto van jou maken? Ja? Kijk. Ja, het ziet er echt heel gaaf uit. Zou ik een foto van je mogen maken? Ja, hoor. Het ziet er echt prachtig uit, altijd roze zo. Ja. Het is heel leuk, want je ziet in de foto ook terug hoe trots je bent op de winkel. Oh, goed zo. Dat is echt leuk. Oh, leuk. Nou, ze kan het wel. Goed, hè? Yoga. Hey. I'm a good friend of Deborah. Deborah is one of my best friends. Misschien nog een mooi portret echt van zijn gezicht ook? Ja. Cheers. Thank you so much. Cheers buddy. Good luck man. Keep doing what you're doing. Het aanspreken van de ouders van het kleine kindje. Ik denk dat ik daar wel een beetje door mijn comfortzone heen ging. Omdat ik het heel graag wilde. Ik wilde heel graag foto's maken van een kleine kindje die speelt. Maar ja, het heeft toch... iets erop dat ik denk, vinden ouders dat wel leuk? Terwijl uiteindelijk vonden ze het hartstikke leuk en mag ik het gebruiken en willen ze de foto's. Dus ja, dat is top. Huh? One photo together as well? Sure, although yeah? I don't look very beautiful, but sure. You do, you look very pretty. It was actually nice here as well. Oh yeah. Ah, that's awesome. En het is ook heel fijn dat jij me nu uitdacht om het te doen, want alleen zou ik dat best wel een grote stap vinden, denk ik. Ja, maar je deed het zo natuurlijk en ja, je hebt gewoon een hele spontane... uitstraling en nou, je hebt er een nieuwe vriend erbij. Nou Lieke, ja. Dit was de dag? Dit was de dag. Ik ben heel trots op je. Ik ben ook heel trots. Vond je het een leuke dag? Ja, ik vond het heel leuk. Ja? Ja, echt flink buiten mijn comfortzone gegaan. Heel veel nieuwe dingen gedaan. En ook omdat je me elke keer uitdacht, ga eens lager, ga eens hoger. En ja, dat was echt stond. Ja. Oprecht, ik vond echt dat je het super goed gedaan hebt. Je was gewoon heel leergierig en je ging er ook echt voor. Mm-hmm. Vond ik heel erg leuk. En je was ook niet bang om mensen af te stappen, dus ik vond je super stoer. Ja. En wat ik net al een beetje gezien heb, denk ik echt dat je hele mooie foto's hebt gemaakt. Dus ik hoop dat je gewoon wat dingen meeneemt in je rugzak en die je mee gaat nemen als je weer de straat op gaat of de wereld intrekt. Ja? Om het leven vast te leggen. Dat moet wel goed komen. Ik kan niet wachten om te zien wat je nog meer allemaal gaat maken. Ik ben ook benieuwd, ja. Maar jij ook ontzettend bedankt. Want ik heb echt enorm veel geleerd en ja, je vertelt het gewoon heel leuk. Had je verwacht dat we zoveel tegen zouden komen, denk je, in een paar uur? Nee. Ik verbaas me heel erg over, jij zei ook een kleur. Ik verbaas me over hoeveel kleur er terugkomt elke keer. Ben je anders gaan kijken ook naar... gewoon... Heel anders, ja. Want jij begon al meteen dat je naar boven keek bij iemand in het raam. Ja. Dat had ik nooit gedaan. Dus dat was heel goed. En juist daardoor ging ik daar naar kijken. En ik denk ook, überhaupt buiten het fotograferen, dat je gewoon zoveel meer ziet als fotograaf. Zeker, die camera die verrijdt je leven. Ja, ja. Ja, en je praat makkelijker met mensen. Ja, toch? Dat is echt leuk. We hebben gewoon nieuwe vrienden gemaakt. Zoveel ook, ja. Wow. I like your bandana, it looks really good on you. Thank you very much. Yeah. Ik kan aan het begin van zo'n dag echt zo'n spanning voelen van oh, ik hoop echt dat we dingen gaan zien vandaag. Maar oprecht, overal waar ik ben geweest, het is dan nooit niet gebeurd dat ik niks heb gezien. Nee. Dus als je maar goed kijkt, dan gaat altijd iets op je pad komen. En als je dat vertrouwen erin gaat leggen, dan ga je ook meer zien. Dus daar moet je echt op vertrouwen, dat er altijd iets gebeurt wat interessant is. Ja. Een minuutje een vette foto van je maken. Ik vind je stijl heel cool. Ik zag hem en dan al redelijk snel had ik een keuze gemaakt waar ik hem wilde plaatsen. Ja. Okay, normaal wil je natuurlijk diepte hebben, maar heel omdat het best wel vette structuur is, kan het misschien best wel vet zijn om hem ook gewoon, ja, hoef je niet zo heel veel diepte te hebben met die dingen. Oké. Ben je model? Ah, kijk. Maar ook al heb je niet meteen een locatie voor iemand, probeer heel snel te kiezen. Want daarmee geef je je subject het idee, oh, die gast of weet die persoon wat weet wat hij doet. Ja. En dan begin je daarmee. Weet je, je kan altijd nog bijsturen, oh, ga toch maar even weer daar staan. Ja. Maar het is heel fijn om daarmee aan te geven dat je een beetje weet wat je doet. Ja. Ja, en dan natuurlijk de grote vraag. Ja. Wat is een beetje je favoriete plaat die je vandaag gemaakt hebt? Ja, er zijn er een paar die staan wel bovenaan. Ik vind de iets oudere vrouw die aan het roken was, vond ik gewoon heel leuk.
Eigenlijk je eerste overwinning. Dat bijna is de eerste wel. Vrouw die je aansprak. Ja, inderdaad. Ja, die vond ik heel vet. En die met de plant. Die, jij zei het op een gegeven moment ook, die, ja, die is wel echt heel gaaf. Ja. Ja. Maar eigenlijk bijna allemaal. Die met het jongetje ook, met het kleine jongetje. Dat is echt leuk, hè, om te merken. Ja, ik niet verwacht. Echt, mooi. Dankjewel voor je inzet. Jij heel erg gelukt. Thanks.